Uit je bed. Ja? Een ontbijtje van Mariet. Ja, het ontbijtje van Mariet heb jij afgelopen week een aantal keren bezorgd. Maar wat nog eigenlijk interessanter is en waarvoor jullie hier zitten is... jullie hebben als gezin proberen te begrijpen hoe dat is als je klant bent van de voedselbank. Precies. Laten we beginnen met te benadrukken dat het proberen is. Want wij hebben van een tientje per dag geleefd met z'n vieren. Nummer 4 is ergens in bed blijven hangen. Ik weet het ook niet precies. Heel slim. Maar wij hadden natuurlijk gewoon voorraden. En de voorraden heb ik niet aangesproken. Maar de voorraden in de zin van kruiden en dergelijke heb ik wel gebruikt. En ik heb dat natuurlijk scheelt. Een wasmachine die het gewoon doet. En dat soort dingen. Dus met nadruk proberen. Maar we hebben het wel gedaan. Ja, je hebt een blog ook bijgehouden de hele week. Ben je afgevallen eigenlijk? Ik heb geen weegschaal. Tenminste, ik heb wel een weegschaal, maar er zit... Wat vindt Ilko ervan? Is ze afgevallen? Nou, daar ga ik... Maar eet je gezonder dan? Is dat... Nee, maar wat je wel merkt, is dat je gewoon... als je in de winkel staat en je staat producten uit te zoeken... dat het niet zo is van, oh wacht, dat ziet er leuk uit. Maar dat je gewoon echt gaat kijken van, wat kost het nou eigenlijk? En wat... Je bent echt prijsbewust. Bewust worden, ja. Je kijkt niet alleen maar naar het artikelprijs, maar je kijkt ook wat het per liter kost of per kilo kost. Ja. Eli. Hallo. Hallo. Hi. Hoe was het voor jou? Ja, het was wel een beetje vervelend dat als je thuis komt na lang schooldag, dat je niet even lekkere soepje kan nemen of zo. Dat je even, daar kom maar op met de kruidkoek. Maar want ze hebben het jou van tevoren ook gevraagd? Maar wat vind je daarvan? Ja, gevraagd is een groot woord. Werd maar... het je opgelegd? Ja. Oh. Combi. Nou, het feit dat jullie met z'n drieën hier zitten, dat betekent wel het teken dat het goed gekomen is. Ja, zeker, toch? Zeker. Nou, we zijn nog, daar gaat om. Ja, Mariet, we zijn met z'n vieren, maar ik zie ook nog een hond. En ik heb zelf ook een hond gehad en dat is heel kostbaar. Dat kost ontzettend veel geld. Ja, dat geld voor. En in deze week zijn we met haar naar de dierenarts geweest. En ik moet blij zeggen dat ik heel blij ben dat wij een verzekering voor die hond hebben. Want anders is dat echt niet te betalen. Ja, ja. Je zegt al, Ilko, prijsbewust, je gaat opletten wat het kost. Is er nog iets waar je echt gedacht hebt van, ja, maar zo werkt dat dus? Nou, je raakt ontzettend geobsedeerd eigenlijk door geld. En je realiseert je dat als je dit langer moet doen, zoals mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, dat je in de problemen komt. Je kan niet zomaar je kind even wat leuks meegeven. Je kan een verjaardag, hoe doe je dat? Waar betaal je dat van? Heel veel van die momenten, ik had op een gegeven moment de krantenman, die kwam zijn nieuwjaarskaartje brengen. Ja. Geef je me een euro of geef je, niet? Er zijn dus heel veel van dat soort... Ja, ik heb het gedaan. Toch nog. Wauw. Ik vind het heel mooi dat jullie dit gedaan hebben. De verhalen zijn terug te vinden op de website omroepwest.nl, het blog van Mariet Overdiep en haar gezin. En ik ga jullie iets teruggeven, iets wat ik vorige week heb afgepakt. En dat is toch wel eventjes een momentje. Een pasje. Ik heb hem weer. Wat ga jij nou eigenlijk als eerste kopen, als het hier mag? Soep. Soep. Echte soepkant. Heel goed. Dank jullie wel voor je verhaal. En dit zijn de Common Linnets. Samen voor de Voedselbank. Radio West.